welkom in de Yunus Emre Moskee in Sliderlo in Genk. Zoals je kunt zien, zijn wij vandaag samengekomen voor een speciale gelegenheid. Wij hebben een speciale eetfestijn georganiseerd. Een kuftedag met frieten, waar we al zeker 300 mensen over onze vloer hebben gehad. Een speciale dag, waarom? Omdat we graag mensen willen zien ontmoeten. Jong en oud, samenkomen, samen eten, samen plezier maken, samenkomen. Ook een andere belangrijke reden is, wij zijn bezig met onze bouw. Met onze bouw van ons nieuw ontmoetingscentrum, Yunus Emre in Sliderlo. Dit is het bestaande gebouw, de Yunus Emre Moskee in Sliderlo. Juist neven de moskee zijn we bezig met een bouw van een ontmoetingscentrum in Sliderlo. Dit houdt in met 2 wooneenheden, een polyvalente ruimte die we ook gaan kunnen gebruiken als koffietafel, als vergaderruimte. Waarbij we ook aansluiten met een bouw van een mortuarium, waarbij ook de lijken gaan kunnen wassen, waar wij ook een uitvaartdienst gaan kunnen houden, waarbij de mensen ook achteraf op een gemak van deze activiteiten, van deze gebouwen kunnen benutten. En terwijl de muezzin de gebedsroep laat klinken, worden beneden de lekkere kuften aan de lopende band gebakken.